In dit eerste uur praat ik samen met Dick Boschieter, met de burgemeester van Voorne aan Zee. En dan moeten we eigenlijk zeggen, de waarnemend burgemeester van Voorne aan Zee, Peter Reewinkel. Goedenavond. Goedenavond. Ja, um, u bent sinds 1 januari um, uh, in Voorne aan Zee, dat is uh, de fusiegemeente van Brielen West-Vorne en Elfoetsluis. Uh, ja, aan de macht, maar zo ziet u het zelf niet, denk ik uh, in ieder geval. Maar u leidt uh, uh, de gemeenteraad, uh, zullen we maar zeggen. Um, hoe bevalt het nu, nu, tot nu toe? Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Dit is inmiddels het uh, zesde burgemeesterschap. Ik weet misschien nog dat ik in de landelijke politiek ook heb gezeten. maar inmiddels ook meer dan 15 jaar burgemeesterschap achter de rug. En je moet altijd heel voorzichtig zijn. Je mag dan natuurlijk nooit zeggen: van dat is het allerleukste. Maar, maar laat ik het zo zeggen. Dit is zeker niet de minst leuke van de, van de zes. Dus ik heb het echt, echt naar mijn zin. Natuurlijk een hele mooie uh, gemeentefusie, inderdaad. van Brienne, uh, Hellevoet, Sluis, West uh, Twee stadjes, kleinere kernen. Uh, heel gevarieerd. Uh, nou ja, dat maakt het uh, elke dag weer uh, ontzettend leuk. Ja. Um, u heeft gezegd toen u uh, kwam, ik doe het voor een jaar. Nou is dat jaar bijna voorbij. Maar ja. er is nog geen opvolger. Nee, ze hebben me gevraagd om wat langer uh, te blijven. En ik, ik heb wel, dat, dat vind ik ook echt dat dat zo moet. Uh, het, het, ik, uh, het, je bent de waarnemer. Dus het hoort niet om jezelf te gaan. Je moet jezelf in zo'n functie kunnen wegcijferen. Het hoort dus ook niet... Over jouw ambitie te gaan om eventueel te blijven. Dus daar ben ik ook altijd vanaf het begin duidelijk uh, in. Dus ook de mensen die me nu ook gevraagd hebben. zou je echt niet definitief willen blijven? Dat, dat mag ik niet vinden van mezelf. En ik weet ja. ook dat ik uh, het ook weer moeilijk zal hebben om het weer los te laten. Maar ik kom een klus doen. Uh, het, 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 er moet echt even veel werk worden verzet. Als, als drie gemeenten samengaan. Uh, dan mag ik de eerste burgemeester uh, zijn, uh, maar daarna uh, komt er een uh, kroonbenoemd burgemeester en weer een opvolger. Oké, okay. nou daar zullen we het uh, ongetwijfeld ook nog wel eventjes over hebben, hoe dat proces in zijn werk gaat en hoe u het uh, heeft. We gaan straks eerst eventjes praten met u over uh, ja, wat u eigenlijk allemaal gedaan heeft voordat u naar Voorne aan Zee kwam. Maar we hebben u ook gevraagd om, uh, om drie uh, uh, platen uh, zeg maar mee te nemen en uh, die gaan we uiteraard dit uur ook uh, laten horen. En Om te beginnen is dat Leonard Cohen en Who by Fire. Leonard Cohen en Who by Fire en was niet zomaar een uh, keuze, de keuze van Peter Rewinkel, de waarnemend burgemeester van Voorne aan Zee. Want uh, daar zit een mooi verhaal bij volgens mij, want uh, u heeft hem ooit mogen ontmoeten. Ja, dat is een beetje de rode draad ook bij de muziek die ik okay. heb uh, uitgekozen. Dat, dat, dat het uh, artiesten zijn die ik heb uh, mogen ontmoeten. En dit is, uh, als ik twintig ben, uh, dan uh, mag ik via een uh, wereldwijde organisatie uh, Camp America een kinderkamp in uh, de Catskill Mountains bij New York leiden. En ik was uh, general counselor, zoals dat heette, van een groepje van zeven jongetjes soort voorburgemeester. <laughs> ja, ze waren ook een jaar of zeven denk ik. Uh, en een van die jongetjes was uh, Adam Cohen. Dat was de zoon van Leonard. Uh, zijn dochter zat ook in het uh, kinderkamp. Uh, en Leonard is uh, uh, op bezoek geweest. Dus er is ook nog een foto uit die tijd van mij, met, met, met Leonard Cohen. met, met, uh, met, met, met nou, ja, de latere burgemeester met een, een, een zakdoek om zijn hoofd geknoopt. <laughs> het, 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 <laughs> ja, het was een geweldig <laughs> tijd, want ik had ook daarna de kans om. Uh, dus het was een maand of twee dat kamp en daarna mocht je uh, reizen. Dus ik, ik, uh, ja, het, het, het was in 1984 en uh, een geweldige uh, ervaring, natuurlijk om. Uh, ...nou ja, daar ook rond te mogen reizen. Bijna 40 jaar geleden. Ja, ja, ja. ja het, nou, het, mooi om over terug, over ja. terug te denken, ja. denk ik. Nou, Wat? misschien uh, nog eens een vraag over uh, het, het gebied, hè. Want uh, uh, u heeft, uh, ja, dit gebied is natuurlijk... Uh, ...dat zijn de drie uh, kernen, drie, uh, drie stadjes... Uh, nou, uh, Kent u dit gebied eigenlijk uh, hiervoor uh, ooit, ooit eerder echt geweest hier? Of, of was het ook een nieuw, uh, echt een hele nieuwe kennismaking? Nee, ik ken het gebied wel. Ik, ik ben voorzitter van de uh, Vereniging Nederlandse Vestingsteden geweest. En, en was zo wel uh, ja, kijk, ja. Uh, hier geweest. Uh, maar het leuke is natuurlijk ook om het gebied juist zoveel beter te kunnen leren kennen. Ja, en zijn uh, er nog plekken waarvan u zegt van. Daar heb ik wel uh, wat mee, zonder natuurlijk, want het zijn ja uh, drie uh, kernen die uh, alle drie, natuurlijk iets leuks hebben. Maar uh, misschien van alle drie de, de kernen iets te noemen waarvan je zegt dat is wel een hele leuke plek. Daar heb ik wat mee. Um, ja, kijk, wat wij leuk vinden is als we, uh, als, of als ik verplichtingen heb om, en als we samen gaan, om dan ook een beetje informeel uh, ja. er, er soms al wat eerder te zijn en, en rond te lopen. Uh, uh, en dat, dat hebben we uh, bijvoorbeeld al een alle aantal keren uh, op het strand uh, bij Rokanje gedaan. Uh, water, uh, het prachtige uh, natuurgebied. Ja. Uh, uh, dat dat uh, hebben we bijvoorbeeld, ik dacht dat het met de vestingdagen was, dat we uh, dan, dan een wandeling maken. Eigenlijk een beetje de podcastwandeling die er nu ook is, maar waarbij we dat dan zelf nog uh, bedachten. Dus ook rondom het droogdok, ja. Brielen is natuurlijk altijd fijn om, om daar uh, te zijn. En ja, wat ik ook het leuk vind, leuk, leuk vind is om, om ook een beetje de ambassadeur te zijn. Om, om, om... Nou ja, ja, ook wat bekendheid aan te geven, andere mensen ook op het ja. spoor te brengen. Dus ik heb al een hele. Ik, ik zou bijna zeggen, ik heb het toerisme hier een boost gegeven. Ja. <laughs> en zelf ontdekt, ja. Bijvoorbeeld. ja Mijn ouders uh, zijn bij het met, met vrienden, die, die gaan altijd één keer per jaar ergens. En ik zei, nou dan moet dat dit jaar natuurlijk het badhotel en kokanje zijn. Ja, dus dat, dat is uh, wat maar ik ook, vind het ook leuk vind om op, wat anderen dan weer enthousiast ja. te maken. Even terug naar uzelf. Uh, uh, ja, ja, we kennen Peter Reewinkel nu uh, een maand of tien als uh, waarnemend burgemeester van Voorne aan Zee. Um, um, als we helemaal teruggaan naar, naar uw jeugd, waar bent u opgegroeid? Ik ben geboren in Groningen, heb, heb daar ook, uh, nou, ben al toen al redelijk, snel, dus ook in de stad Groningen geboren. Maar toen zijn wij naar Veendam uh, gegaan, oost Groningen, oost Groningen, oost -Groningen stad? ja. stadskanaal op de middelbare school gezeten. Maar ik ben in Groningen weer gaan studeren. Uh, heb daar ook mijn proefschrift nog uh, geschreven. Uh, ik ben gepromoveerd op een, een proefschrift over de staatsrechtelijke positie van de uh, Nederlandse minister-president. Nou, ook daar zou ik uren over kunnen vertellen, maar dan moet u nog maar eens een keer een aparte uitzending ja, aanwijden. Um, uh, uh, en, en ja, toen redelijk jong, dus in de Tweede Kamer gekomen, daar was die uh, staatsrechtportefeuille uh, voor me vrijgehouden. En ik weet nog dat gezegd werd... ja, uh, Koninklijk Huis zit er ook bij... en Willem-Alexander gaat nog een keer trouwen... en, uh, en dan verder stelt dat niet ja. zoveel voor. Nou ja, daar, er was altijd wel wat. En ik had mijn handen eraan vol. En, en zo werd ik uh, uh, nou, het, toen wat meer die jongen uh, van, van het Koninklijk Huis. En, terwijl nogmaals ik op uh, de staatsrechtelijke positie... van de minister-president uh, ben, ben gepromoveerd. En ja, het is ook nog steeds leuk om dat een beetje bij te houden... en ook weer om te zien... Uh, hoe hoe uh, het, het nu bij deze verkiezingen ook echt weer wat anders lijkt te gaan. Ja, natuurlijk al heel lang, nu al, al tientallen jaren... eigenlijk een soort strijd om het premierschap. Terwijl we nu uh, bijvoorbeeld met Pieter om zich meemaken: van ja, is hij wel, is hij niet beschikbaar voor, ja. voor het premierschap? Hij is er zelf nog niet uit. Zeg. Uh, gaat, ja. de, gaat de grootste partij, wat toch ook eigenlijk wel een beetje al gebruikelijk was geworden, als die partij gaat regeren, gaat hij de premier leveren? Het, het is allemaal op... Ook weer ontzettend leuk om het uh, nou ja, met die bagage ook nu weer uh, te kunnen aanschouwen. Ja, um, in die Tweede Kamer uh, bent u op een gegeven moment gestopt. Want u vond dat u te laag op de lijst stond bij de Partij van de Arbeid. Want als de ja, nou, toen had ik er in. ook wel acht en half jaar uh, op zitten. En er was ook wel heel veel gebeurd. Want ik, ik, ik uh, uh, het, uh, we hadden de, de moord op fortuin gehad. In, mm -hmm. en, en ja, dat was wel het meest ingrijpende ook in die, in die periode. Dus ik. Uh, 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 ja, was ook langzamerhand wel toe aan wat anders. Wist ook nog niet uh, dat dat het uh, burgemeesterschap uh, zou worden, uh, heb, heb ook in die tussentijd, zoals ik dat een paar keer in mijn leven heb gedaan, wat, wat anders gedaan. Dat is ook heel erg goed. Maar in, ja, t -t -t dus toen ja, viel die plek wat tegen, en dat was een beetje de druppel. Uh, uh, maar nogmaals, ik was ook echt weer toe aan wat anders. En ik heb daarna bijvoorbeeld weer de. Uh, een aantal jaar in de Eerste Kamer ook mogen zitten. In, ja. Tijdens mijn eerste burgemeesterschap. De eerste burgemeesterschap was van naden. Dus voordat ik naar Groningen uh, ja, ging. Ja, precies. Inderdaad. En, en dat verschil tussen die Eerste en Tweede Kamer. Is dat nou enorm? Ik vond het een groot verschil. Maar het was dus ook niet zo heel lang na het Tweede uh, Kamerlidmaatschap. lidmaatschap. Uh, en ik, uh, ja, ik, ik heb. Uh, heel erg genoten van mijn jaar in de Tweede Kamer. Ik vond het soms in de Eerste Kamer... Ja, het tempo is anders. Het, de, de afstand tot de actuele politiek is natuurlijk wat anders. Dus ik zou je naar nou me vragen... Van waar heb je nou het meest van genoten? Ik heb het ook heel bijzonder gevonden... om dus een aantal jaar in de Eerste Kamer... Ja, ik heb, ik heb echt met volle teugen... Uh, nogmaals al op hele jonge leeftijd genoten van... Uh, toen dat Tweede Kamerlidmaatschap. Dat is natuurlijk ook heel mooi. Als je dat aan het begin. Vindt, het was ook wel. Kijk, ik weet niet of ik de stap andersom nu weer zou willen maken. Het is, het is natuurlijk ook heel anders geworden. Ja. Uh, maar ja, de, de bestuurdersrol is ook wel heel leuk. Als je die ervaring achter de rug hebt. Maar de, aan het begin van je carrière uh, ook, was ook heel bijzonder in die tijd. Ik weet nog dat voor die verkiezing dat er. Uit de leeftijdsgroep tot 35 helemaal niemand in de Kamer zat. Dus oh. ik, ik was misschien met, met uh, Sharon Dijksman kwam toen ook de Kamer in. En later is dat ook veel vaker voorgekomen... dat ook jongere, jongere mensen in die Tweede Kamer terechtkwamen. Was u ooit het jongste lid toen? Toen de tijd. <laughs> nou, het was dus toen net Sharon Dijksman, maar ja. ik behoorde dus wel met haar tot, tot een soort wat ja, generatie van jongere politici. Uh, ja. En zij is uh, nu ook burgemeester. Zij is ook burgemeester. Ja, uh, en uh, ik kom er natuurlijk ook nog wel eens tegen. Over het uh, burgemeesterschap uh, gesproken. U bent ook uh, nou, toch uh, een aantal malen waarnemer al geweest, nu natuurlijk weer. Uh, dat is een beetje een rode draad van de, de afgelopen jaren heb ik het idee. Maar u bent ook uh, burgemeester geweest van Dijk en Waard. Dat was in de vorige vorig jaar geweest. Nummer vijf was dat, ja. ja het was vier, 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 dus twee keer een kroonbenoeming ja, en, en nu ja, dus al vier ja. waarnemingen inderdaad. Op en, Rijn. en dat was ook een, een fusiegemeente. Uh, dit is weer een fusiegemeente waar u uh, zeg maar uh, uh, vanaf 1 januari uh, burgemeester bent. Um, zijn er uh, overeenkomsten, zijn er verschillen te, uh, te ontdekken tussen die twee? Is dat proces een beetje hetzelfde? Want je maakt nu natuurlijk mee dat drie... Gemeenten, oud-gemeenten met elkaar uh, samen moeten in een nieuwe raad, en uh, dat er... neiging bestaat, hè, ik kijk er wel een afstandje wat meer tegenaan, af en toe dan uh, dat, dat men nog steeds die oude gemeente een beetje uh, aan zich heeft. Zijn dit dingen die uh, u herkent? Nou, er zijn overeenkomsten en verschillen. De overeenkomst is: uh, uh, er, er is dan een nieuwe gemeente met een nieuwe naam, en, en dat had ik nou bij Naarden, uh, uh, nou zeker Groningen natuurlijk, maar ook Bergen, Zaltbommel, nooit. Dat ik moest uitleggen, uh, burgemeester van Dijk en Waard. Ja. Maar het was, dat is wel een gemeente van 90.000 inwoners. Dus oh. zelfs nog iets groter dan nu zee. Maar ik maak dus nu weer mee dat in eerste instantie zee, Maar ik hoef maar Briel of sluis te zeggen of men weet het precies. Dus dat is, dat is de overeenkomst. Het is, het is heel leuk om ook, ook de verschillen soms uh, te ontdekken. Ik vind, uh, dat, daar ben ik ook echt positief over, dat dit zijn dus drie gemeenten die zijn samengegaan. Um, ik, dat, ik, ik heb in Dijk en Waard uh, vaker gehoord dan hier, wij doen of wij deden, of uh, dan hoorde ik eigenlijk nog soms wel zelfs, wij doen dat zo. Ja. En dan de, bedoelde men dus wij deden dat in de vorige gemeente zo. En dat, dat vind ik hier, uh, natuurlijk hoor je dat nu ook nog wel eens, maar ik, ik, ik vind dat echt die culturen uh, wat dat betreft, daar uh, nou, wordt nog wel eens aan gerefereerd, maar goed, goed samenkomen politiek-bestuurlijke cultuur. En soms is, zijn er natuurlijk ook verschillen. Wij hadden in de... In de in, nou meteen begin januari... dus ook, ook op 1 januari gestart... dan start je in de oudjaarsnacht. Dat was hier ook weer zo. Maar in Dijk en Waard hadden we meteen... in de eerste dagen van januari... een, een uh, APV, die, uh, dus Algemeen Plaatselijke Verordening... dus allerlei regels op het terrein... van de openbare orde en de veiligheid vooral... die moesten uh, worden vastgesteld. Ja, en dat, dat, dat lag daar eigenlijk... Uh, voor me klaar ja. en uh, daar heb ik hier ook echt nu uh, weer aan moeten moeten werken dus er zijn soms ook verschillen ja. uh, en dat is ook leuk om dat te kunnen vergelijken en daar heb je natuurlijk ook je voordeel ja. van Hè, dat je dat je dat je nou ja de ervaring ja, van die van ouders neem je mee naar de ja. nieuwe ja ja. ja ja dat is mooi ja. Ja. Een, een aantal keren benoemd door de kroon uh, een aantal keren waarnemend uh, uh, burgemeester dan weet je ik zit er maar tijdelijk Um, is dat achteraf gezien misschien leuker dan uh, van tevoren weten van: ik weet niet hoe lang ik in zo'n bepaalde gemeente blijf? Um, nou, kijk, voor mij is het verschil niet zo groot. Want ik, ik geef me helemaal. Dus ik, dat, dat doe ik nu ook weer. Dus ik zit er in dat opzicht niet, niet tijdelijk of met, met, met wat meer afstand. Of, ik, ik, ik kan het ook niet anders. Uh, dat, nou, de mensen die me nu ook zullen hebben meegemaakt, ik, ik kan moeilijk nee zeggen. Uh, ik, ik probeer ook het verschil nu niet al te groot te laten zijn. Uh, als dus gezegd wordt, ja dat deed uh, we, komen, we nodigen u uit, en dat deed de burgemeester altijd. Uh, ja, dan uh, doe ik natuurlijk eigenlijk een beetje het werk van drie burgemeesters. Hè? Al die, al die uitnodigingen die bij drie burgemeesters komen, die, ko die komen nu. Nou, en ik wil ook dat, 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 dat niet meteen gedacht wordt uh, van, ja dat, dat deed inderdaad en, en nou is hij er niet meer. Dus als het even kan, probeer ik het ook weer te doen. Uh, en, en zo heb ik dus in deze weken, uh, ik geloof zes uh, intochten in de agenda staan. Uh, uh, elke, elk weekend, soms twee keer in een weekend, een, een korpsavond van de brandweer. Uh, dus ik, ik probeer het ook zoveel mogelijk, nou, zeker in die eerste periode van een uh, nieuwe gemeente, niet af Heel anders te doen. Niet met minder overgave, uh, uh, niet met minder uh, hopelijk zichtbaarheid, aanwezigheid dan, dan het geval uh, was. Ja. Dan maar, maar het is natuurlijk nu wel een gemeente van een heel andere omvang: 74.000 inwoners. Uh, dus dat dat, 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 ja. Moet samensmelten, nog Dat even. moet wel samensmelten. En dat leidt natuurlijk op de langere termijn. Moet dat ook wel leiden tot andere keuzes? Niet alleen bij een burgemeester, maar ook in een gemeenteraad, hè, waarbij ja, toch op een ander abstractieniveau uh, ook uh, he, uh, een beoordeling moet, uh, moet plaatsvinden. Het is ja. natuurlijk echt van belang om, om nou ja, stevige lijnen uit te zetten. Ook in de regio. Je, je, je kunt je geluid uh, veel, veel beter ja. laten horen. En, en daar moet je natuurlijk ook profijt van. Uh, van hem. Ik hoor u zeggen, ik, dan ben ik hier, dan ben ik daar. Uh, de Sinterklaas aan komen er natuurlijk weer aan. Want uh, ja, de goede heiligman is uh, zo'n beetje onderweg vanuit Spanje. Ja, en uh, ik zal uh, elke komen. keer doen als. Uh, nee, ik, zal, ik zal het me niet al te veel uitleggen. Hoe, hoe nee, hoe nee, ja, gaat, is, is ik zal niet maar, wie er allemaal mee U bent waarnemend burgemeester. Dat betekent u woont niet in de gemeente zelf. In, 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 in dat geval, u woont in Amsterdam. Uh, bent u nog wel eens thuis? Nee, niet zoveel eigenlijk. <laughs> nee, ik zeg wel eens, ik ben net een soort rondreizend uh, circus. Uh, eigenlijk, uh, he, de, de, ik, de, ik heb wel waarnemers als voorganger gehad waarbij er een appartement of zelfs een huis was. Uh, Toen heb ik gezegd, nou dat, dat, dat hoeft niet, dat, dat vind ik niet nodig. Uh, dat, 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 dat. Ik, ik, als het even kan, uh, probeer ik toch naar huis te gaan, maar dat kan niet zo heel vaak, merk ik. Dus, dus maar, waar ligt dat dan Als Als, als, als er s avonds afspraken zijn, dan, dan overnacht ik toch vaak. Nou ja, of in een hotel, in, in Ellevoets. Of ik, ik, heb, ik ben op allerlei plekken al. En dat is ook goed, want dan woon je er toch een beetje. Uh, en uh, dan ervaar je het ook echt. Hè? Dus, dus het is uh, uh, wat dat betreft uh, nou ja, een beetje het gevoel van een, uh, een rondreiscirk. En ik heb ook het geluk dat. dat voor, voor zover zijn werk toe toelaat, maar ook mijn echtgenoot uh, uh, graag betrokken is. Ik merk ook dat, men, dat dat ook gewaardeerd wordt, dat, men, dat dat ook tegen me gezegd wordt. Wat leuk dat, dat ook hij zo betrokken is, dat hij er ook probeert uh, te, zijn. te zijn. Dus nou ja, ook in dat opzicht... Uh, uh, ja, is het voor mij niet heel anders uh, om, om, om waarnemer te zijn vergeleken met die eerdere kroonbenoemingen? Nog één vraagje ja. daar. Als, als ik, want uh, het, 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 uiteindelijk is het natuurlijk uh, de, de beschikbaarheid hè, op het moment dat er openbare orde- en veiligheidsproblemen zijn. Uh, als burgemeester, dat is natuurlijk de, de belangrijkste, hè, een van de belangrijkste portefeuilles. Vringt dat wel eens als je zo ver woont, of is dat echt uh, wel uh, gewoon goed te managen? Nee, ik vind niet dat dat vringt. Nogmaals, ik heb dan ook de, de, de dienst, nou he, natuurlijk ook vaak zelf wel gewoon um, en, en soms uh, dat roleert. Dat is in andere gemeenten ook zo. Dat roleert dan soms in de weekenden sowieso uh, he, dat ook een dat een, een, een wethouder dat. U, ja. En ik ja. ben echt van de uh, kijk. Uh, je moet heel goed bereikbaar zijn, um, maar je moet niet uh, en dat, dat zie ik ook nog wel eens dat ik denk, ja, zo wil ik dat niet doen. Ik wil niet voor de voeten lopen. Dus ja. ik, als er ergens uh, een incident is, dan, dan laat ik ook afhangen van wat mij uh, gaat. Ik vraag het ook heel uitdrukkelijk. Uh, wat, wat adviseer je me? Dus ik wil niet voor de voeten lopen. lopen de, de, ook dan hoort het niet om die burgemeester uh, te gaan die daar uh, vooral ook rond, uh, uh, nou ja, ik zou bijna zeggen, paradeert. Het, het hoort ga, te gaan op zulke momenten om de hulpverlening. En ja. natuurlijk kan de burgemeester dan op een gegeven moment misschien arriveren... is bij de grote brand, uh, is bij een grote brand die ook al wel eens het geval geweest... Uh, uh, dat hij uh, dan zijn betrokkenheid toont, empathie toont. Uh, maar vooral niet in de even weg lopen. Uh, maar, ja. maar niet in niet de, de, de weg lopen. lopen. Ja. Nee, dat, dat begrijp ik. Um, tot slot van dit, uh, dit eerste half uur, uh, voor we zo meteen naar nieuws en reclame gaan... Um, uh, u zegt al, mijn echtgenoot probeert ook uh, regelmatig bij te komen. Maar dat is ook vrij lastig. Want hij is collega van ons. Hè? Want hij werkt volgens ja. mij bij kro NCV. Ja, ja, ja. ja, hij werkt al heel lang voor het voor, nou, voor, voor, voor te, voor televisieprogramma Spoorloos. Binnenste, buiten ook wel. Uh, dus, dus is ook soms gewoon nou ja, voor Spoorloos. Bijvoorbeeld in deze weken in, in New York uh, op pad. Uh, maar probeert ook echt. Uh, hier te, nou, ook te zijn als het uh, even kan. Om, vooral in de weekenden doen we dat graag. Uh, maar ja, dan lopen we natuurlijk wel tegen de. En dat vind ik ook echt het grootste probleem van deze regio. En daarom is het ook heel goed om dat ook zelf te. De bereikbaarheid. Uh, ik, ik, uh, het, 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 ja, je zou toch echt willen dat dit eiland uh, beter bereikbaar uh, wordt. Ja. Uh, nou, dat kan met. Bijvoorbeeld. Uh, Aanpakken N57, het openbaar vervoer in veel opzichten. Uh, dat, dat is echt uh, nou goed om dat ook aan de lijve, zou ik mij net zeggen. Te ondervinden. En, ja. en, en te ondervinden ja. en, en te weten hoe dat voor veel mensen ook zou moeten. En dat, dat hoor ik ook in gesprekken. Dat is waar we mee aan de slag moeten. Oké, okay, nou daar gaan we straks na halvracht ook nog eventjes over praten. We openen dit tweede half uur van uh, Notule met de pastoralen van Ramsu Schaffi en Lisbeth List. Een keuze van Peter Reewinkel, de waarnemend burgemeester van Voornaamzee. Meneer de dus straks bij Leonard Cohen vertelde u een verhaal dat u ze ontmoet had. Dat is bij deze toch niet het geval? Ja, dat, dat was <laughs> nogmaals de rode draad. De, allebei <laughs> verschillende keren ontmoet ik. Ik herinner me nog hoe, hoe Ramses Jaffie de eerste keer riep... wat een leuke man. Mm het -hmm. <laughs> is een beetje raar om over jezelf te vertellen, ja. maar het is wel wat hij toen riep. Um, en ja, daar, daar liet ik net mijn gedachten over gaan. Ook in de, beide de laatste jaren van hun leven ook een aantal keer nog meegemaakt. En, en ja... Dan, dan, uh, ja, dat, dan ja, dan, ja dat, dat, dan wordt, ja, dat was ook waren ook wel treurige momenten soms. Uh, en dat, dat uh, ja. Waarom treurig? Nou, bijvoorbeeld Ramse Shafi die dan uh, bij, op het eiland Amsterdam in, in een huis uh, en en dan, dan reed je er s'avonds bijvoorbeeld nog uh, langs. En dan zag je hem uh, 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 ja. zitten in een. Verlichte ruimte met, met TL verlichte ruimte. Of of Elis, of Lisbeth Lus, die, die met wie je dan laatst jaar sprak. En die. Ja, het, nou, ook, ook wel. Mentaal achteruit ging. Uh, dus dat, dat uh, ja, wa was, was ook. Uh, ja, ik, ik, het, het, het waren he hele bijzondere momenten. Ja, dat kan ik me voorstellen. En uit de tijd dat u ook nog bij de radio werkte, wat heeft u ook nog gedaan hè? Ja, het, uh, ja ik heb het, 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 nou ja, wat ik wat ik al zei, hele bijzondere dingen uh, mogen doen. Uh, uh, en uh, nou ja, dat is ook goed. Ik heb ook bijvoorbeeld een aantal jaren wat meer dingen in het buitenland gedaan. En en um, dat, dan hou, hou, heb je ook een Houd je, hou je ook hopelijk een frisse kijk. Uh, eh, want ik, ik heb me altijd gelukkig geprezen dat ik niet alleen maar in de. Ik, ik zat op jonge leeftijd in de politiek, maar ik heb ook uh, nou, voor mijn gevoel wat meer van de wereld uh, letterlijk uh, gezien. Ja. En uh, ja, voor, ik, 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 voor mij gevoel doe ik daar mijn voordeel mee. Terug naar voren naar aan zee en ook een beetje naar de radio. Want hoe belangrijk is een streekomroep dan in, 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 in dit geval. Uh, heel belangrijk. Ik, en streekomroepen uh, huis aan huisbladen. Ik, ik herinner me ook nog heel goed uit die landelijke politiek, hoe ons ook gezegd werd. We onderschat niet. Hè, hoe, en dat merk ik ook nog steeds, hoeveel mensen uh, bijvoorbeeld nu ook hier de huis aan huisbladen uh, lezen. En hoe en als ze ze niet krijgen, dan krijg ik het ook vaak heel groot wow. hoor. <laughs> um, uh, dat, ja, dat, dat is uh, van enorm. En ik, dat geldt voor mezelf ook. Ik, ik vind dat ook leuk. Om ook, ook waar je woont, daar wil je over geïnformeerd zijn. Dus ik uh, heb altijd waardering voor degene die uh, van lokale media die het, die het tot ons brengen. En nogmaals, ben ook een, uh, een, uh, zelf een van de. Uh, absoluut een van de consumenten. Nou, de nieuwsdunk van, de, van, de, van het lokale ja, nieuws, zullen we ja. maar zeggen, dat, wat dat betreft. U bent nu uh, 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 zo'n beetje tien maanden waarnemend burgemeester voor naar zee. Uh, hoe bent u ontvangen eigenlijk? Heel, heel erg goed. Uh, welkom. Uh, 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 ik, ik herinner me mijn eerste gesprek en dat al heel snel. Nou, het is wel duidelijk dat dat door een van de fractievoorzitters werd gezegd. Van, uh, en en zo, dat gevoel is gebleven. Uh, ik, ik heb het uh, in mijn college uh, naar de zin. Uh, het, 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 het werken in de raad uh, het is, is plezierig. Uh, ja, het is een, uh, een fijne werkomgeving. Uh, en, en daarom zei ik al, <laughs> zie ik ook, ik doe het mezelf aan. Maar ik zie ik ook wel een beetje uh, op tegen dat moment waarop ik me weer los moet uh, maken. Ja, of we misschien toch verhuizen naar deze regio. Nee, maar dat had ik u gezegd. Dat, <laughs> dat mag niet van mezelf. Ja, ja. <laughs> nee, dat, dat sowieso. Ik denk dat, ik dat we alvast eventjes moeten gaan vooruit lopen ja. naar de verkiezingen ja. van 22. Ja, ja. Dat denk ik ook. Want uiteindelijk, die, die verkiezingen van 22 november, die uh, zijn voor voornaamzee natuurlijk ook uh, van belang. Omdat uh, iedereen, mag, uh, althans uh, uh, vanaf de 18e, mag gaan uh, stemmen. Um, ja, um, de eerste vraag is eigenlijk een beetje van, van bent u er klaar voor? Want wat is nou misschien ook voor degene die, uh, laat ik maar zeggen, niet weet wat de positie van de burgemeester in dat hele stemproces uh, is. Maar wat, wat, wat is uw rol uh, daar uh, nou in? Nou, soms is de burgemeester voorzitter van het stembureau bij bepaalde verkiezingen. Ik ben natuurlijk enorm betrokken, dus ik ga op zo'n dag bijvoorbeeld ook stembureaus uh, bezoeken. Uh, maar ik, ik zie ook echt als mijn rol om mensen op te roepen om te gaan ja. stemmen. Ik, ja. euh, mijn, mijn oma, ze, heeft, uh, ze is 98,5 mogen worden, zij altijd nog tegen mij, wij hebben er nog voor gevochten dat we allemaal mochten, mogen stemmen. Ja. En onder, ik, ik begrijp dat het moeilijk is. Uh, er zijn dus ook enorm veel zwevende kiezers. Maar verdiep je er toch een beetje in. En ga uiteindelijk naar die stembus. Je hoeft je er echt niet allemaal evenzeer in te verdiepen. Maar die, dat, 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 dat is echt een recht. Dat, 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 dat iedere stem telt. En dat iedereen in dat stemhokje gelijk is. Dat, dat moet je als een voorrecht dat zelf zin. beschouwen. Dus ik zou ook echt al die. Uh, nieuwe kiezers. Ik herinner mezelf nog, maar ik had natuurlijk ook iets met politiek en bestuur en, en ben ook niet voor niets dan als uh, redelijk snel bij dat staatsrecht uitkomt. Dus ik weet nog hoe, hoe bijzonder ik dat zelf vond die eerste stemmen. En ik, ik begrijp dat dat niet voor iedereen geldt, maar ik, ik wil toch al die jonge kiezers die misschien nu ook luisteren, oproepen wat bijzonder dat jij net als. Uh, die burgemeester dezelfde stem hebt in dat hokje. Dat je hem mee mag beslissen over zaken uh, die jou aangaan. Uh, het, het gaat uh, bijvoorbeeld als het om studenten gaat... om de rente van, van studieleningen... waar ook verder over zal uh, worden uh, beslist. Het gaat over alles wat jou ook aangaat. Dus... Uh, neem die verantwoordelijkheid, beschouw het als een voorrecht. Ik, ik, nou ja, dat proeft u misschien. Ik, ik ja. spreek dan echt vanuit mijn hart, denk daar niet te licht over. En er veel jongeren die voor het eerst mogen gaan stemmen in voor Ja, natuurlijk. Uh, nou, nou, waren de vorige verkiezingen natuurlijk dit keer niet uh, zo heel lang geleden. We hebben vorig jaar, jaar november. Uh, 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 dit jaar zelfs nog uh, uh, statenverkiezingen en uh, uh, waterschapsverkiezingen gehad. Um, maar het gaat wel om ons uh, nationale uh, parlement. Uh, met, met nogmaals uh, regelgeving, betrokkenheid. En, en kijk ook naar wat er momenteel in de wereld gaande is. Hoe, hoe we daar ook uh, vanuit Nederland onze rol bij vervullen. Uh, 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 ja, het, neem je verantwoordelijkheid. Zijn er voldoende locaties uh, waar mensen kunnen gaan stemmen? Want daar was volgens mij nog even uh, sprake van. Zelf had ik het idee van, uh, zou, zou je niet uh, uh, nog veel gemakkelijker locaties moeten aanbieden? Bijvoorbeeld een winkelcentrum waar je uh, een locatie hebt. Mensen zijn natuurlijk vaak die gaan winkelen. Uh, bijvoorbeeld om, om mensen nog sneller naar die stembus te krijgen. Het makkelijker te maken. Ja, in onze gemeente zijn er wel weer. Ik had het net over die verkiezingen van maart. Nog weer vijf meer locaties. En, en op sommige locaties zijn twee stemmen. Dus er zijn ook acht stembureaus meer. Maar het kan altijd misschien nog beter. Ja. Het is niet makkelijk. Want uh, scholen, uh, basisscholen, vooral zijn uh, ja, eigenlijk sinds de coronatijd ja. minder. Of, of soms zelfs vaak helemaal niet meer uh, beschikbaar. Maar u hebt gelijk, uh, we, we moeten het mensen ook makkelijk maken. Uh, we moeten mensen uh, nogmaals wijzen op hun verantwoordelijkheid. Dat heb ik gedaan. Uh, 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 maar uh, nou ja, we moeten ook uh, dat proces zo goed mogelijk faciliteren. Toegankelijkheid van stembureaus heeft natuurlijk uh, onze aandacht als het gaat om uh, mensen, kiezers ook die een, die een beperking uh, hebben. En uh, we, we, we moeten daar ook verder aan werken dat we het, het stemmen ook zo dicht mogelijk bij uh, proberen te brengen. Maar meer plaatsen dan uh, bij de laatste verkiezingen? In ieder geval nu in de voornaamste. Nu, nu dus vijf locaties, acht stembureaus uh, meer. Maar het kan altijd nog weer beter. En gaan we verder ook mee aan de slag in de komende jaren? Deze verkiezingen, daar kiezen we uh, ook een nieuwe minister-president. Daar. Uh, op zijn positie, uh, uh, zeg maar, uh, ja, daar bent u op afgestudeerd, uh, om, om het zo maar even te, te noemen. Um, hoe bijzonder zijn ze dit keer? Want uh, ABE krijgt een nieuwe minister-president en het zou ook wel eens voor de eerste keer een vrouw kunnen worden. Ja, nou ja, het is natuurlijk het einde van een tijdperk, want Mark Rutte is echt een tijdperk. Ik, ik heb hem nog niet zo heel lang geleden nog weer in het toortje een paar keer mogen uh, bezoeken. Um, ja, ik, 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 hij, mijn, mijn partijpolitieke achtergrond is anders, zoals u weet, maar ik heb toch uh, respect voor hem en ik, uh, het, het is een hele plezierige man ook met een, een enorme inzet en dat zal natuurlijk ook niet makkelijk zijn om, om dat te evenaren als je ziet wat voor inzet, wat voor beschikbaarheid. Uh, uh, er verwacht wordt. Uh, nou ja, daar is ook al wel in de campagne nu op. He, bijvoorbeeld van de kant van omzicht op gewezen. Dat is vanuit Enschede met, met een gezin. Is dat toch echt even anders dan. Die beschikbaarheid, die inzet, die Mark Rutte getoond heeft. Dus alle lof, natuurlijk ook, na zoveel jaren, misschien behoefte wel ook weer aan een wisseling. Hij heeft ook zelf gezegd: misschien ben ik wel iets te lang doorgegaan. Maar toch waardering voor. Hij is ook nog redelijk jong, dus hopelijk dat hij ook op andere plekken weer zijn rol kan vervullen. Dus waardering daar echt voor. Uh, maar uh, ja, het, het ligt weer open en uh, ook daarover gaan deze verkiezingen. Uh, ja. nou, ik heb al wel even gezegd, misschien is opvallend, hè, dat, 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 dat verkiezingen daar de laatste jaren eigenlijk helemaal over leken. Dat het eigenlijk bijna niet meer om, om de invulling en de samenstelling van de Tweede Kamer leek te gaan, maar om wie wordt de premier, uh, 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 nou ja, dat is al tientallen jaren zo uh, kies de minister-president, kies den Haag of, of uh, kies Kok of uh, Lubbers die het, laat Lubbers het karwei afmaken. Nou ja, uh, nu is, is het misschien net even weer anders als het om die, om dat uh, premierschap gaat, uh, maar natuurlijk gaan de verkiezingen ook uh, over op basis van die nieuwe samenstelling Tweede Kamer uh, welke partijen kunnen uh, gaan regeren. Uh, en, en wie is dan uiteindelijk? Wie vult dan uiteindelijk ook die belangrijkste politieke functie van het land? Uh, en hoe bijzonder zou dat zijn als dat nu voor de eerste keer een vrouw is? Hè? Bij de VVD zien we dat. Bij de BBB zou dat, uh, zou dat kunnen. Misschien wel bij omzicht, want ja, je weet niet wie het gaat doen daar. nee dat zou goed zijn als het ook een keer een, een vrouw is. Uh, dat zou absoluut uh, goed zijn. Ook, ook uh, belangrijk dat, uh, nou, ook in die tweede kamer voldoende uh, vrouw. En daar heb je natuurlijk ook echt al een goede beweging de afgelopen jaren gezien. Ja. Um, dan wil ik het u ook nog uh, met u hebben tot kort uh, tot slot eventjes uh, over uh, de banden met het koninklijk huis. Die zijn gekomen in de tijd dat u de tweede kamerlidmaatschap uh, had. Heeft u al uh, eerder aangegeven hoe warm zijn die banden? nou Warm. Uh, heb, ik, 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 uh, uh, heb heb, heb ik, wel bijzonder. Ik, uh, ik heb in het nade uh, dus eerst het, het huwelijk, het burgerlijk huwelijk mogen uh, voltrekken. Uh, van prins Floris. En, 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 en twee dagen later was ook het kerkelijk huwelijk in naden en, en toen was de hele familie compleet. Uh, dat was echt heel bijzonder. Vond de familie zelf ook bijzonder. Dat was ook in jaren niet gebeurd. Dus zelfs de kinderen van prinses Christina uit Amerika overgekomen. Dus ik, ik, ik heb uh, nou ja, respect voor de, de invulling die, die op dit moment. Uh, Willem-Alexander en Maxima geven uh, aan het koningschap. Uh, Zoals, zoals koningin, de koningin, met name Beatrix, Juliana, dat ook recentelijk hebben gedaan. Ik heb ook respect voor mensen die, die uiteindelijk misschien een, een, een republikeinse staatskeuze voorstaan. Dat als ik helemaal opnieuw zou beginnen te denken, zou dat bij mij misschien ook wel het geval zijn. Maar uh, ja, ik heb uh, en nu net gezien hoe uh, uh, bij de bij Partij van de Arbeid GroenLinks uh, ook gekozen wordt voor afschaffing voor de monarchie. En dan denk ik: van ik weet niet of nou uh, de, de kiezer bij deze stembus dat het belangrijkste uh, item zal, uh, zal vinden. Nee, dat denk ik ook niet bij deze verkiezingen. Nee, nee. Over de verkiezingen gesproken, u bent vaak ook duider hè, in uh, televisieprogramma's. Bij de NOS, SBS, RTL uh, heeft u uh, onder andere gezeten. Uh, zit dat er deze periode ook weer aan te komen of uh, valt dat wel, wel mee? Nou, het, 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 als, als mij nou gevraagd wordt: wat is je vak? <laughs> dan, dan is voor, voor mijn gevoel mijn vak, dus het staan zeker mijn passie, het staatsrecht. Dus ik heb het ook altijd goed bij proberen te houden. Ik vind het ook uh, uh, fijn om ook vanuit die achtergrond... Uh, ook mijn inbreng als burgemeester te kunnen leveren. Ja, en dan word ik inderdaad af en toe uh, nog wel eens gevraagd. Uh, en en ik, ik klim ook nog wel eens in de pen. Uh, en dat, uh, nou, dat hoop ik ook te blijven doen. Dat ja, begrijp ik. Ja, volgens mij... Uh, uh, nou ja, ik ben eigenlijk nog wel benieuwd hoe u denkt over... Kijk, het gaat nu een beetje over de premier... En er zijn ook wel stemmen uh, opgegaan om op het stembiljet ook aan te geven wie je dan de, uh, laat maar zeggen, de gewenste premier zou vinden. Uh, hoe, hoe denkt u daarover? Nou ja, ik, ik heb uh, dus dat proefschrift geschreven en, en toen dus geconstateerd, en daar hebben we het eigenlijk ook al een beetje over gehad, hoe, hoe die... Tweede Kamerverkiezingen zo in het teken zijn komen te staan van de strijd om het premierschap. Ja. Ik, heb, ik heb gezegd, nou eigenlijk hebben we in Nederland een, een gekozen minister-president. Formeel natuurlijk niet. Nee, maar, niet. Nee. Uh, dus ik, ik heb uh, in de... Maar dat is ook alweer meer dan dertig jaar geleden dat mijn uh, proefschrift verschenen is. Uh, ik heb, heb toen wel gezegd, nou misschien zouden we het ook... ook, ook het geschreven recht in overeenstemming moeten brengen ja. met, die, met die praktijk. Hè, dat je... Die, wie willen wij als premier dat je dat wat uitdrukkelijker als, uh, of, of, of wie zou de formateur moeten zijn, de gekozen formateur, dat je dat wat uitdrukkelijker misschien uh, uh, als vraag zou stellen. En dat die Kamerverkiezingen uh, ook echt weer gaan. Om uh, de over, mensen van de Tweede Kamer te kiezen. Ja, ja precies. Oké. Okay. Uw laatste keuze uh, uh, is van uh, stroomij Um, ja, dat moet dan, uh, omdat dat de Rode Draad was, ja, dat uh, is, ook yes. iemand zijn die ja. u ontmoet had. <laughs> dat zijn we ook wel in, inmiddels uh, wat, wat jaren verder dan, uh, dan 1984 met Leonard Cohen. Dit, dit was in Groningen. Groningen uh, heb je Noorderslag, festival. Uh, Noorders, het festival. Dus, dus uh, ook Katie Melua in die tijd wel opziet. Maar het leuke was ook dat dat vaak dan gepaard ging met een uh, diner achteraf. Uh, waarbij je dan bijvoorbeeld uh, naast Johnny Kaagman of die, uh, 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 Jules Holland, uh, de, de, de bbc presentator uh. Maar Stromae heeft op en heb ik ook, heb ook echt een, een gesprek meegevoerd. Uh, en uh, uh, heb ik eigenlijk ook een beetje op dat Noorderslagfestival uh, ontdekt. En ik ben hem blijven volgen. En ik uh, vind ook dit: ja, ik, ik heb een hele brede muzieksmaak. Uh, en, en nu is het wat meer de populaire muziek. Ik, ik probeer zo af en toe ook, uh, zelf nog wat piano te spelen, maar vooral me ook voor de uh, klassieke muziek ook in te zetten. Da daar gaat ook echt mijn hart naar uit. Dus, dus jong muziek, klassiek muziektalent. Um, maar uh, ja, Stroom mee, ook absoluut een, een uh, uh, muziek uh, en een, een artiest die uh, ik uh, tot mijn voorkeur uh, reken. Ah, Oké, okay. we gaan naar hem luisteren. Ik dank u voor uw komst naar de studio. En uh, ja, we spreken elkaar ongetwijfeld nog over, over graag de gedaan. En, en nogmaals, als u het woord verkiest, ga stemmen.